Nou, goedemorgen. We zitten in de auto onderweg naar Boxmeer. Vandaag is de dag, vrijdag 29 juni, waar we lang hebben naar uitgekeken. Vandaag de krijgingsamen brand in Boxmeer. Jari heeft de bus geregeld vanuit de brandweer Montfoort, zodat we met z'n allen konden poelen richting het examen. Jari, ben je er een beetje klaar voor? Tuurlijk, Jacques. Nou, we hopen natuurlijk dat we alle 10 gaan slagen. We zijn over een kwartier op het oefencentrum, dan zullen we de briefing krijgen en uitleg. En dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, we zijn inmiddels aangekomen op het oefencentrum in Boxmeer. De ploegen zijn ingedeeld. Sef, Kit en Celine die zijn nog de spulletjes aan het klaarmaken hier achter mij. Gespannen gezichtjes. Die gaan de eerste inzet draaien. En vervolgens zal, als ze klaar zijn, zullen de rest ook aansluitend de inzet gaan draaien. Ik ben ook een beetje gespannen, ik vind het spannend. Ik denk dat ze er helemaal klaar voor zijn. Ze lopen nog een klein beetje te draaien, te kijken. Dus het is afwachten of we kunnen beginnen. En dan, door middel van de vlog hou ik iedereen op de hoogte. Nou, daar gaan ze. De eerste vier van de manschappenopleiding Klas Woerden zijn begonnen met hun examen. Ik weet niet of dat het mogelijk is dat we straks bij de locatie kunnen filmen. We willen natuurlijk niks verklappen voor de overige cursisten. Nou, het gaat beginnen. We hebben ze losgelaten, dus we moeten het nu helemaal zelf doen. En het is afwachten totdat ze terugkomen. Nou, we zijn terug van het examen met Robert, Jari, Ralf en Stan. Rode koppies. Kijk, Stan die is even aan het afkoelen. Zijn spullen netjes gedaan. Hoe was het, jongens? Hoe ging het? Hebben jullie een beetje goed gevoel erover? Ja, zeker. Oké. Nou, nu is het afwachten totdat we te horen krijgen of dat ze het hebben gehaald of niet. Er is nog één ploeg van ons, is examen aan het doen. Dus zodra die klaar is, dan horen we wat het resultaat is van het examen van vandaag. Jari, ja. De chauffeur van vanochtend, hoe ging het? Prima. Ja, heb je een goed gevoel erover? Zeker. Oké, nou spannend. Dus nog even afwachten. En zodra dat er is, dan kom ik terug. Nou, achter mij gaan de laatste twee cursisten. Als ik het zo goed kan zien, zijn het Dion en Huig. De laatste twee, de overige acht hebben net hun inzet gedraaid. Dus het is afwachten totdat deze twee klaar zijn. Dan kunnen we met z'n allen bij elkaar komen. De examencommissie komt dan het goede of het slechte nieuws vertellen. Nou, het examen voor Dion zit er ook op. En natuurlijk geldt hier ook de arbeidshygiëne. Dus de spulletjes zitten netjes opgeborgen in een waszak. En die gaan weer mee terug naar de veiligheidsregio Utrecht, waar ze netjes gewassen zullen worden. En weer gewassen en wel schoon terug worden gebracht op de post. Nou, nu we toch bij Dion staan. Dion, hoe ging het? Ja, ging goed. Goed gevoel over? Ja. Oké. Nou, je was de laatste van de klas. Ja, klopt. Dus snel douchen en naar boven, waar we de uitslag zullen horen. We gaan het zien. Ja, we gaan het beleven. Nou, we zijn net terug uit het lokaal. We zijn met 10 man zijn er 8 van geslaagd, dus daarom zijn we niet allemaal even blij. We vinden het toch vervelend dat er 2 van ons een herexamen moeten doen. Maar desalniettemin zijn er 8 cursisten zijn er geslaagd, dus tot hier was de opleiding brand. Die is voor hun afgerond, 2 moeten nog een herexamen doen. En volgend jaar na de zomer zullen ze starten met technische hulpverlening. Dus het volgende deel van hun opleiding brand is nu afgerond. Ja, er is maar eigenlijk niets anders dan jullie allemaal te bedanken voor het bekijken van de vlogs van afgelopen seizoen. Ik hoop dat er een stukje meer inzicht is gekomen in wat we nou eigenlijk allemaal doen tijdens die opleiding. En her en der zullen we de cursisten nog wel een keer tegenkomen. En misschien gaan we bij TVV ook nog eens een keer een vlog maken om te vragen hoe gaat het nou met onze cursisten van de manschappenklas Woerden van de maandagavond. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer. Nou, hier ben ik toch nog eventjes met een laatste bericht. Want wat is er nou gebeurd? De voorzitter die heeft medegedeeld wie er gezakt waren, wie er geslaagd waren. Jullie konden zojuist zien dat ik breed stond met de 8 cursisten die geslaagd waren. De 2 cursisten die gezakt waren, die zijn in gesprek geweest met de voorzitter. Er zat iemand bij namens de veiligheidsregio Utrecht. Hebben ze toch een herberekening gedaan. De cursisten hebben hun verhaal gedaan waar ze tegenaan waren gelopen. Een herberekening gemaakt. Ja, wat resulteerde eigenlijk dat de laatste 2 cursisten die gezakt waren ook geslaagd waren. Dus we hebben een perfecte score neergezet. 10 cursisten, 10 man geslaagd. Of eigenlijk 9 man geslaagd, 1 vrouw geslaagd. 100% scoren. Dat maakt mij een tevreden instructeur. Evenals mijn andere instructeurs, Age, Jos en Mark. Wij zijn zeer tevreden, maar uiteindelijk hebben de cursisten het zelf gedaan. En wij hebben weer een zeer plezierig cursusjaar gehad. Dus er is mij niets anders te zeggen. Nu daadwerkelijk een fijne vakantie en tot volgend jaar.